Kleurdoek probeer ik niet over na te denken, want als ik erover na ga denken, dan wordt het gedrukt. Het mooiste is als ik er niet mee bezig ben, dat ik gewoon ontdek spontaan dat die combinatie tussen dat rood, steenrood, bruin, oker en curriculum blauw, dat heel mooi is met elkaar. Er komt erbij te staan symbolieken. Er komt erbij te staan een stukje tekst. Er komen plaatjes. En er komen 3-4 pagina's achter met schetsen. Die ik al heb gemaakt in Spanje. Dat ik al een gevoel heb van, oh ja, zo wil ik het tekenen. Zo met die lijnvoering. En dan ga ik ook oefenen. Eigenlijk ga ik die hele landscape al eigenlijk een keer tekenen. In het klein. Je moet uitvinden hoe het zit met je productiviteit. Dus ja. Of je productiever bent als een aantal van die dingen achter elkaar, dat je in een soort van trance op een dag bent en de andere dag is rustig vertellend. Er zijn een aantal essentiële vragen. Waarom moet er muziek bij? En voor wie is die muziek? Voor mij. Oh, die is alleen voor jou? Alleen voor mij. Heb je dan ook een, hoe heet dat op? Oh ja, zie je. Dan heb je een andere manier van afscherming. Kijk, doorlopend mensen erbij lijkt me heel gevaarlijk, maar dat je moet het je goed realiseren. Ja. En je hebt natuurlijk heel veel werk aan dat script. Je zou het in grote lijnen al kunnen tekenen. Nou zit ik ook te denken aan een reizende galerie die meereist met het schilderij. Ook een beetje op afstand, zodat mensen kunnen zien wat maak ik. Er hangen schilderijen, er staan beelden, keramiek, tekeningen, merchandise, aparte merchandise winkel. Een heel rijdend circus wil ik eigenlijk langs dat ding hebben. Maar kijk, je krijgt dus een kritiek van die exhibitionist. Je krijgt die... Ja, nou ja, dat hou je toch. Daar maakt me niks aan. Nee, maar wat ik bedoel is dat het onderwerp, dus een persoonlijke toestand met alles wat daarin gebeurt. Ja. En het soort manier van maken en tonen. Geeft flink de gelegenheid tot negatieve kritiek. Ja, er is ook een flink voor hoede. Ja, of maar dat is inherent aan het als je jezelf geeft. Als je... De vraag is of je die tegen kunt. Je hebt een soort van aura, waardoor al die mensen om je heen ook mee willen doen, mee willen helpen, mee willen denken, mee willen financieren, nou, enzovoort, enzovoort. Dat is een onderdeel van je. Ja. Dat is een onderdeel van je kwaliteit, ja. Dat is een onderdeel van het kunstenaarschap. En waarom wij praten is om, nou A, dat het zo scherp mogelijk is, zo goed mogelijk is en ook dingen, dat je voorbereid bent op eventualiteit. Als ik naar een leeg doek kijk. Naar een lege canvas, dan voel ik ruimte, oneindige ruimte. En alleen maar nu, want het is wit, er stond nog niks op, er gaat nog niks opstaan. En tegelijk is er enorme angst en die druk van, wat ga je met mij doen? Wie ben jij wel niet om te vinden dat je iets kunt creëren? Nou, dat is allemaal mind, dus het confronteert heel erg. Het is heel apart, want je creëert iets wat er nog niet is. En dat is onmiddellijk, is dat censuur. Mijn grote wens is dat ik ooit, dat het me eigenlijk geen moer meer uitmaakt wat ik schilder. Maar zover ben ik nog niet. Ik ken geen één schilder die zover is. Sommigen zeggen het, maar ik geloof het niet. Het is af als ik bijna vergeet te ademen. Nerveus en gespannen raak, omdat ik voel dat ik iets op het spoor ben. En
dat ik denk van, oh, nu kan ik het niet meer uit handen geven. Nu verlies ik het niet meer. En dan komt het moment van, oké, want het kan altijd beter. Maar als je iets helemaal kapot regisseert, dan ja, blijft er ook niks over. Dus er komt een moment dat ik denk van, ja, zo is het goed genoeg. Of zo is het meest echte. Of elke handeling die ik nog wil maken, dat ik een handeling zet omdat ik vind dat het beter moet, dan vind ik het eigenlijk geen goed idee. Als ik echt voel van, wacht even, hier zou het toch nog geel moeten. Maar ja, ik wil niet helemaal perfect maken, want perfectie is heel naar. Dat is niet leuk.